Hallo mensen van Doomgamer, leuk jullie kijken naar deze video. Deze video ga ik met jullie Minecraft doen. En jullie zien het al, een nieuwe wereld ga ik aanmaken. Omdat ik het heel erg leuk vind om een keer hardcore te gaan proberen. Ik heb het vroeger wel een paar keer gedaan. Het viel me een klein beetje tegen in verband met het snelle doodgaan van deze jongen. Ik ben namelijk nogal soms een beetje dom in Minecraft. Omdat ik soms niet de juiste keuzes neem. En misschien is het wel een goed moment om eens even te kijken of ik wel de juiste keuzes neem. Nou, laten we even een hardcore wereld aan gaan maken. Ik noem het gewoon even hardcore. Gewoon even heel simpel hardcore, zodat ik in ieder geval weet dat dit de hardcore wereld is. Dit wordt de eerste serie op Doomgamer zonder facecam. Gewoon puur om het feit dat facecam natuurlijk wel leuk is. En het kost mij enorm veel tijd om de hele tijd in de facecam te kijken of ik er wel goed op sta. En of ik dingen niet verkeerd doe. Dus ik vind het ook wel een keer fijn om gewoon eens een keer een serie zonder facecam te hebben. Nou, bij deze serietje zonder facecam. Ik hoop natuurlijk dat jullie het leuk gaan vinden. En ja, laten we maar gewoon lekker gaan beginnen. Ik ga heel even kijken of hij wel opneemt. Hij neemt op. Dat moet ik altijd heel even checken voor de zekerheid. You never know. En ja, laten we gewoon lekker gaan beginnen in deze episode. Create New World. Ik ga heel even kijken bij More World Option. Want de laatste tijd laat hij me altijd spannen in een. Hoe heet het ook weer? In een large biome. Dus ik ga even een sheet invoegen. En dat doe ik even. Doe maar gamen. En dan ben ik benieuwd waar ik ga spannen. Dan Create New World. Nou, zoals jullie horen, met een achtergrondmuziekje, even zonder facecam. Een soort van nieuwe stijl. Gewoon eens even eentje voor de lol. Ik ga alle series gewoon lekker met facecam houden en zonder achtergrondmuziekje. Maar ik wil gewoon een keer een hardcore serie doen met een achtergrondmuziekje. En gewoon zonder facecam. Lijkt me wel leuk. Oh, en natuurlijk, zoals jullie zien, ik span weer in een snow biome. Dat gebeurt mij echt altijd als ik een nieuwe wereld aanmaak op Minecraft. Ik weet niet of dat een bug is of dat je dat een bug kan noemen. Maar het is echt enorm vervelend. Ik irriteer me er echt mateloos aan. En ik weet nog steeds wat ik eraan kan doen. Ik denk dat het maar gewoon een beetje een probleempje is. Of dat je er, ja, ik denk dat je er vrij weinig aan kan doen. Maar dat is wel heel erg vervelend. En ik hoop dat het ooit ophoudt bij me. Want ik vind het wel echt kut. Wat ik ga doen, ik ga even de jungle in. Want ik vind de jungle altijd wel een mooie plek om een beginnetje te maken voor Minecraft. Dus laten we dat even gaan doen. En dan kunnen we hopelijk even een mooi plekje gaan vinden. Ik kan natuurlijk even wat oakwood meenemen om wat tools van te maken. Maar zodra ik in de jungle begin, wil ik daar ook sowieso blijven, weet je wel. En stel voor, we hebben uiteindelijk een heel groot huis en een heel mooi leven. Dan kunnen we altijd zeggen dat we nog switchen naar survival. Omdat we bang zijn dat het kapot gaat. Maar ik kan natuurlijk ook backups maken. Dus ik hoef niet bang te zijn dat er iets misgaat. Weet je, dan maak ik gewoon even een backup. En ik moet heel even kijken waarom mijn achtergrondmuziekje niet meer doet. Heb ik die niet op afspelen gezet? Op automatisch afspelen? Oh jawel, heb ik wel. Sorry mensen. Ik zat heel even in de war. Nou. In ieder geval, ik ga dus even kijken waar ik op dit moment naartoe moet. Ik ben een beetje aan het kijken, een beetje aan het rondsnuffelen. Wat ik ga doen, ik ga denk ik maar hier gewoon even ergens een huisje bouwen. Ook al vind ik het nog steeds wel heel erg vervelend dat ik zo dicht bij een jungle biome zit. Of sorry, bij een snow biome. Want als ik eenmaal in een jungle biome zit, vind ik dat hartstikke leuk. Maar dan wil ik eigenlijk wel op een bepaalde afstand blijven van een snow biome. Want dat vind ik echt kut. Snow biomes heb ik echt het meeste hekel aan in Minecraft. Ik weet niet wat ik ermee heb. Ik hou er gewoon niet van, weet je. Iedereen heeft zijn ding en ik hou gewoon niet van een snow biome. Dus dat is ook een beetje de reden waarom ik liever niet bij een snow biome zit. Maar ja, er is gewoon vrij weinig aan te doen. Dus ik denk dat ik hier maar gewoon een beetje blijf hangen. En dat ik dan eerst maar even wat voedsel hier weghalen. En dan kunnen we uiteindelijk altijd nog zeggen van jongens, weet je wat we doen? We gaan even naar een andere biome zoeken. Maar ik ben helemaal vreemd dat ik een hardcore ben. Dus wat ik ga doen, ik ga even rustig wat hout hakken. Met mijn blote handen. En dan ga ik zo even wat koeien killen. Dus dan gaat hij. Ik maak even snel een workbenchje. Hoppakee. Ik vind junglewood in principe niet zo heel lelijk hout. In het begin zei ik altijd dat ik het lelijkste hout vind wat er is. Maar het lelijkste hout wat er is, vind ik echt dat spruce wood. Dat vind ik zo verdomd lelijk. Ik vind oakwood vind ik het mooiste hout. Terwijl heel veel mensen dat het lelijkste hout vinden. Nee, ik vind oakwood echt mooi hout. Ik weet niet. Het heeft gewoon wat, vind ik. Mijn mening. Mijn mening, mensen. Inderdaad, ik maak gelijk even 4 zwaarden. Want ik wil even puur wat eten gaan krijgen op dit moment. Ik ga gewoon echt puur wat eten. En daarna zie ik wel verder. Want ik wil echt gewoon genoeg eten. Want zonder eten ga je namelijk dood. En ja, doodgaan is gewoon niet leuk, weet je. Dat is gewoon een feit. Doodgaan is gewoon kut, weet je. En ik wil dus ook gewoon niet doodgaan. Snap je? En daar zijn nog meer koeien, dus die ga ik even meenemen. En ja, we gaan gewoon lekker beginnen. Sorry dat jullie even OBS en het achtergrondmuziekje hebben moeten zien. Dat moest gewoon even. Want ja, voor hetzelfde geld nam die niet op. Of dan was er geen achtergrondmuziek. En dan was het hele episode verneukt. En jullie weten hoe het gaat. In ieder geval, het is op dit moment 7:30. Ik heb morgen echt enorm veel. Nee, overmorgen heb ik enorm veel toetsen. En morgen heb ik een wiskunde-repetitie. En ik haat wiskunde. Ik ben echt geen rekengenie. Ik ben echt geen wiskunde-genie. Taal en spelling en zo, dat kan ik nog wel goed. Maar nee, ik ben echt geen wiskunde-freak. Nee, absoluut niet. Nee, ik hou er gewoon niet van. Weet je, je hoeft bij mij kun je met heel veel dingen aankomen. Je kunt bij mij met de meeste dingen zelfs aankomen als het op school gaat. Alleen wiskunde, daar heb ik een verdomd hekel aan. En dat geldt ook voor andere vakken zoals gym. Daar heb ik ook een hekel aan. Ja, het ligt mij gewoon niet, weet je. Het is gewoon niet dat je zegt van, nee, dat vind ik leuk. Terwijl ik ook wel vakken heb die ik wel leuk vind. Zoals bio, dat ligt mij gewoon goed. Ik vind bio vind ik leuk. Meer dingen weten over het menselijk lichaam. Dan moet jullie niet gelijk vies denken, maar nee, met bio heb ik absoluut geen problemen. Ik bedoel, nee. Oké, bijvoorbeeld met vakken zoals wiskunde en gym, dat hou ik gewoon niet van. Helemaal als je dan blokuur hebt. Dat zijn juist de vakken waar wij altijd blokuur van hebben. En ik hou daar gewoon niet van. En nu denken jullie misschien, komt het er dan niet door omdat je het zo vaak hebt. Nee, dat heeft helemaal geen kut mee te maken. Het komt er gewoon door omdat ik het niet leuk vind. En zodra ik iets niet leuk vind, dan kun je het bij mij wel 4 uur maken.
Maar dan zou ik er ook nooit mijn best voor gaan doen. Dat is gewoon een feit, weet je. Zodra ik iets niet leuk vind, dan ga ik er niet mijn best voor doen. En misschien herkennen jullie jezelf daar wel in. Ik weet niet hoe jullie dat hebben. Laat het gewoon even lekker weten in de comments. Als jullie iets niet leuk vinden, gaan jullie dan toch proberen de volle 100% ervoor te geven? Of hebben jullie er dan gewoon een beetje maling aan, een beetje scheid? Met gym heb ik vandaag gewoon de hele tijd met mijn handen in mijn zakken zitten staan. Gewoon zo van, ja, weet je, fuck die shit. Als het voorbij is, ben ik blij. En zolang het duurt, dan, ja, dan blijf ik hier wel lekker staan. Nee, ik heb er niks mee. Weet je, bewegen heb ik absoluut geen probleem mee. Ik heb vroeger elke dag 10 kilometer gefietst naar mijn camping toe. Nooit problemen mee gehad, maar gym, nee, het ligt maar gewoon niet, weet je. Ik vind het niks aan. Ik word altijd gekozen natuurlijk en zo. Dat heeft het ook geen kut mee te maken. Niet jullie denken, oh Job, je bent zielig, oh Job. Nee, dat heeft het geen kut mee te maken. Gewoon, ik vind het gewoon een leuk vak. En dat geldt eigenlijk ook voor wiskunde. Vind ik ook geen leuk vak. En rekenen, weet je, dat hebben we niet meer, gelukkig. Maar dat vond ik ook eigenlijk, vind ik ook vrij weinig. En het heeft natuurlijk ook met de leraren te maken. Zodra je een leraar hebt die je toch probeert te motiveren, weet je, dan is het meestal wel leuk. Maar wij hebben bijvoorbeeld ook altijd van die leraren waar je ook niet bepaald blij van wordt, weet je. Dat is gewoon jammer. Dat is gewoon kut. Maar ja, laat even beneden weten in de comments welke vak jullie nou totaal niet motiveren. Oh mijn god, dat is een hele diepe cave. Vet. We hebben eigenlijk nog even één stukje wol nodig. Dan kunnen we tenminste even een bed gaan maken. Dus ik ga heel even kijken of ik hier nog ergens een schaap kan vinden. Oh, ik heb echt dorst, man. Zullen we even een blikje openmaken? Even een blikje Euroshop. Oh, die is lekker koud. Die is lekker koud. Vind ik altijd zo lekker, een koud blikje. Kom op, Job. You can do this. Awesome. Ja. Daarentegen heb ik wel weer vakken die ik wel leuk vind op school. Zoals biologie. Kijk, dat is niet een vak waar je echt op verheugt of zo. Maar het zijn van die vakken die ik niet heel erg vind. Je hebt zoals bijvoorbeeld wiskunde, daar heb ik dus een hekel aan, weet je. Daar zit ik niet op te wachten, maar... Ja, bio, dat weet je, dat is wel best wel te doen. Dat is best wel te doen. Maar in ieder geval, even op de game gericht nu. Wat moeten we hebben? We moeten koeien hebben. Dan kunnen we dat vlees gebruiken. En natuurlijk kunnen... Oh, kut. Nee, dat is niet leuk. Dat is niet leuk. Dat moeten we niet hebben. We moeten nu niet doodgaan, mensen. Slecht begin van een episode om nu dood te gaan. Ik zou het liefst eigenlijk even een bed willen hebben. Maar ja, als ik geen schapenwol kan krijgen. Ja, schapenwol. Ik bedoel, waar komt de wol anders vandaan? Job. Wat? Schapenwol? Ja, schapenwol. Ja, ik bedoel, wat anders, weet je? Koeienwol. Nee, geitenwol. Hoe vind je die? Kom op, Job. Even bij de game blijven. Oké, okay, we hebben genoeg eten. Als ik nou slim ben, dan maak ik ook even wat mushroom stew. Of nee, weet je, dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Wat we nodig hebben, dat is een furnace. En ik vind dit... Kijk, dat vind ik dus mooie gebieden. Van die gebieden gewoon lekker uitgestrekt zonder enige bomen. Dat vind ik chill. Alleen, op een of andere manier heb ik ook wel weer iets met jungles. Weet je, vind ik ook chill. En daar is een hele grote jungle biome. Dus laten we daar maar even naartoe gaan. Het is misschien wel handig om hier even een beginnetje te maken met een pickaxe. Gewoon even om het feit dat we dan een pickaxe hebben, weet je. Kan wel, maar nee, mijn lievelingsbiome is dan toch echt wel de jungle biome, denk ik, als ik eerlijk moet zijn. Vandaar ook een jungle biome in mijn playthrough, ik weet niet of jullie die ooit hebben gezien. Link in de beschrijving, wat ik waarschijnlijk vergeet, omdat ik gewoon super lui ben. Of in elk geval niet zozeer lui, maar ik ben gewoon super scared. Oh mijn god, serieus, gravel. Waarom gravel the freaking next level? Ik haat gravel, weet je. Er zijn een aantal dingen die ik in Minecraft niet leuk vind, dat is gravel en creepers. Voornamelijk creepers. Elke keer als ik iets moois heb gebouwd, dan komt zo'n gastje naar me toe van, hey, Job, kijk mij. En dan doet hij boom. En dan zeg ik, fuck jou, creeper. En dan zegt die creeper eigenlijk niks, want het is een creeper. En creepers kunnen niet praten. Ja, dat is best kut. Oké. Dit wordt sowieso wel, ja, licht aan. Ik weet niet of jullie het leuk vinden. Als jullie denken, joh, ik vind het echt een super toffe episode. Ik vind het echt heel erg leuk. Laat het lekker weten in de comments. En dan kan ik het eventueel wel vaker gaan doen. Als jullie het niet leuk vinden, dan doe ik het niet vaker. Ik weet niet wat jullie ervan vinden. Ik kan niet in jullie hoofd kijken. Ja, het zou kunnen. Alleen het zou een beetje pijn doen, denk ik. Denk niet dat jullie het leuk vinden als ik in jullie hoofd ga zitten kijken. Snuffelen. Nee, dat vinden jullie vast niks. Dus dat ga ik ook maar niet doen. Ik hou het gewoon lekker bij wat ik nu doe. Video's maken. Oké, wat gaan we doen? We gaan dus even snel een furnace maken. Want we hebben namelijk een furnace nodig. Willen wij even de boel gaan omsmelten. En wat we ook even nodig hebben is trouwens kool. Maar ik zie dat het alweer bijna avond wordt, of niet? Even kijken, waar staat de zon? Even kijken hoor. Oh joh, het is net dag. Awesome. Dan kunnen we nog even een stukje gaan minen. Dan kunnen we eventueel... kunnen we even proberen om wat kool te verzamelen. Zou wel fijn zijn. En dan kunnen we misschien de volgende episode wel gaan beginnen aan ons huis. Als jullie een volgende episode willen natuurlijk. Hè? Als jullie denken, nee Job, ik vind het niet heel erg veel aan... Dan komt er absoluut geen volgende episode. Dat ligt helemaal aan jullie. Als jullie het leuk vinden, dan komt er een volgende episode. Als jullie het niet leuk vinden, dan komt die niet. Dat is gewoon puur... Ik ga gewoon puur kijken naar de reacties. Ik ga gewoon puur kijken naar... Ja, eigenlijk gewoon naar de reacties. Die reacties die... Weet je... Ik bedoel, weet je waarom ik eigenlijk niet kijk naar likes? Omdat het gewoon... Weet je, het gaat mij die reacties. Die vind ik altijd leuk om te lezen. Dat ik gewoon even een half uurtje s'avonds... Even in mijn bed gaan liggen met de iPad. Dan kan ik even een reactie gaan bekijken. Dat vind ik leuk. En de meeste kan ik zo nog wel beantwoorden. De meeste reacties beantwoord ik ook wel. Zeg maar als reacties zijn van... Job, leuk video. Dan schrijf ik meestal wel iets van thanks of een bedankt man. Als iemand schrijft van... Job, ik vind dit niet leuk. Dan vraag ik je... Wat vind je het dan niet leuk? Als jij mijn video's niet leuk vindt... Laat het dan tenminste even bij weten wat je er niet leuk aan vindt. Want anders weet ik ook niet wat ik kan gaan verbeteren. En dat is wel iets wat ik vroeger... Wat jammer is aan mensen. Wat ik zelf nooit heb gedaan. Ik heb echt serieus... Ik weet het gewoon echt zeker dat ik nog nooit... Negatief heb gereageerd... Op een video. Echt gewoon nooit. Misschien heb ik wel een keer op een video gereageerd met kanker erin of zo. Dat ik dan een keer heb gezegd van jongens, kom op.
kunnen niet maken. Maar ik heb nog nooit op een normale video, zoals bijvoorbeeld van Bardo of Milan, heb ik nog nooit een negatieve reactie achterlaten. Als ik een reactie achterlaat, wat ik eigenlijk bijna nooit doe, laat ik een leuke reactie achter. Van tof man, leuk gedaan. Ik bedoel, ik weet hoe het is om leuke reacties te krijgen. En ik gun dat andere mensen ook. Maar ik zou nooit reacties achterlaten van, hey, kut video. Hey, weet je, dat doe je niet. Ik bedoel, dat is gewoon stom. Dat is gewoon dom, weet je. Dat is niet leuk. Ik bedoel, ik heb het vroeger wel... Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik geloof dat ik het nooit heb gedaan. Nee, ik heb het nooit gedaan. Maar de bel wat ik daarentegen heb gedaan is wel een keer iemand op Twitter zwart gemaakt. Zo van, nou, deze gast geld mij uit voor mijn goal, weet je. Dat heb ik ook wel een keer gehad. Dat bijvoorbeeld iemand mij via YouTube uitschouwt of ik kan komen of zo. Dan schrijf ik, dan gooi ik dat op Twitter. Ook een beetje spijt ga ik ook niet meer doen, weet je. Dat, die dingen moet je gewoon 1-1 oplossen. En ik moet mijn macht niet gaan misbruiken als YouTuber. En is dat cool? Oh nee, dat is Iron. Job, zie jij het verschil tussen Iron en Call niet? Dan ben jij wel heel dom, Job. Daar ben jij wel heel erg dom. Vind je het nog steeds wat jammer dat je per se Call nodig hebt? Wil jij Iron meenemen en zo? Of bedoel, omsmelten. Dat is jammer. Maar ja, zulke dingen die moeten nou eenmaal. Ik wil de episode dus ongeveer 20 minuten maken, 30 minuten, ik weet het niet. Zoiets. Ik zie het vanzelf wanneer ik denk van, nou, ik vind de episode wel welletjes geweest. Dan sluit ik hem af en dan, ja, weet je. Oh, nee. Eet. Awesome. Ik ga de hele tijd gewoon even een wild beef eten, omdat ik eindelijk kool vind. Want ik heb echt kool nodig. Want zonder kool, dan, ja, ga ik de boel gewoon niet omsmelten, weet je. Is het nou nacht? Dit is op zich nog niet eens een verkeerd idee voor een huis. Als je het zo kijkt, weet je. Het is... Nee, het is best vet, eigenlijk. We hebben, ja... kan, weet je, het kan. Ik heb het liever in een jungle biome. Bijvoorbeeld, er zijn YouTubers waar ik tegenop kijk, zoals Jordi. Vind ik echt een godstof YouTube. Ja, zeker weten. Ik vind het echt een hele toffe YouTube, gewoon om het feit dat hij zijn Minecraft video's gewoon... Ik kijk op tegen zijn Minecraft video's. S'avonds als ik bijvoorbeeld even ga eten op mijn kamer, dan kijk ik altijd aan Jordi. Altijd. Het is gewoon heel apart, ik weet niet, maar ik kijk het altijd. En ja, het lijkt me echt vet om een keer samen met Jordi een video op te nemen. Ja, lijkt me echt vet. Stuur maar naar Jordi. Nou, grapje. Jullie hoeven dat niet naar Jordi te sturen. Was een grapje. Nee, maar ik bedoel, het lijkt me wel vet om een keer met Jordi een video op te nemen. Ik kijk toch wel tegen hem op als YouTuber. En ik vind dat echt een toffe commentator. Sowieso, ik kijk de meeste video's van hem wel. Niet echt op Banjo World. Ik kijk eigenlijk de meeste Minecraft video's. Zo nu en dan is een keer Assassin's Creed. Vind ik ook heel tof. Maar Minecraft op een of andere manier vind ik dat helemaal heel chill. Het is echt zo. Hij is echt zo'n commentator waarbij je gewoon iets anders kan doen. En ondertussen gewoon heel erg kan genieten van die stem. Weet je, dat heb ik bij Jordi's commentaries. Commentaries op. Nederlands, kom op. Dus, dat mag Jordi ook best weten. Maar ja, ik denk niet dat hij deze video ziet. Maar als je hem ziet, Jordi, toffe commentator dat je bent. Oké, ik ga even snel deze workbench meenemen. Hoppakee, dan ga ik even hier naar beneden. En als ik slim ben, nou echt heel slim ben, dan ga ik even wat hout meenemen. Dan ga ik dat heel even gebruiken om wat dingen om te smelten. Want ik heb echt honger, zie ik. Ik heb echt super honger, bro. Is niet goed, bro. Ik ga nu stoppen, weet je. Ik ben bang dat ik zo meteen dood ga. Ik bedoel niet zo... Hoe kijk, daar ging ik al bijna, mensen. Hoppakee, dat lijkt er meer op. En dan ga ik hier even naar beneden. En dan ga ik even zorgen dat ik een furnace ga maken. Want ik heb dus nog geen furnace. En dan zet ik eerst even mijn workbench neer. En dan ga ik eens heel even kijken of dat wordt. Even kijken, furnace. Ja, die heb ik al natuurlijk. Ja, die heb ik gewoon al. Zo. Nou, in ieder geval, mensen, gaan de episode eraf sluiten. De volgende episode gaan we gewoon lekker verder waar we waren gebleven. En dan gaan we even kijken of we naar de jungle kunnen om daar een beetje een leventje op te richten. Bedankt voor kijken voor deze video. Vond je dit nou een leuke video? Dan natuurlijk even een groen duimpje achter. Deel deze video natuurlijk even met je vrienden en volg hem toe aan je favorieten. Volg mij op Twitter en dan kun je me ook gelijk even een bericht sturen als je dat wil. Ik ga heel even een tosje maken, denk ik. En... Oh nee, wacht. Ik moet natuurlijk eten maken. Zo. Oké, dus mensen, bedankt voor kijken bij deze video. Vond je dit nou leuk, vind je dat groen duimpje achter. En ik zie jullie de volgende keer wel weer met een nieuwe episode van Minecraft Hardcore. Laters!